Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Alarún. Bij Alarún is het de bedoeling dat we een 5 op 5 rooster creëren, op zo'n manier dat we dezelfde voorwerpen naast elkaar hebben liggen, of verschillende voorwerpen maar met dezelfde kleur naast elkaar of onder elkaar hebben liggen. Wat kunnen we doen tijdens onze beurt? Wel, eerst en vooral kunnen we wisselen. Ik wissel bijvoorbeeld deze bloem voor dit drakenei. Dan is het de beurt aan de volgende speler. Dit gaat zo door tot wanneer er één speler past. Ik ga bijvoorbeeld er toch nog voor kiezen om dit drakenei ook te kiezen en dan zou ik passen. Wanneer ik heb gepast, dan gaat het nog één keer rond en eindigt het bij de speler rechts van mij dan. Wat kan je nog doen? Je kan wisselen en passen. Dat betekent dat ik deze drie kaarten omruil voor degene die in het midden liggen. Bij de twee-speler variant liggen er nog drie gesloten kaarten op tafel. En een van de acties is dan ook het vervangen van deze drie kaarten, die op een open aflegstapel komen, door degene die hier gedekt lagen. Eens je hebt gepast, neem je de tovenaar Alarún bij jou om aan te duiden dat je degene bent die had gepast. Jij mag ook straks zo dadelijk als eerste aan beurt. Daarna is het de bedoeling dat we onze kaarten in een 5 op 5 rooster leggen op een zo performant mogelijke manier. We moeten toch de eerste keer deze aanleggen aan onze druïdeleerling en deze telt als joker. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, mijn druïdeleerling die telt voor een roze drakenei en ik leg deze er dan zo mooi naast. Dus in principe heb ik nu drie drakeneieren naast elkaar en ik ga deze oranje pluim boven mijn oranje drakenei plaatsen, zodat ik op die manier al in dezelfde kleur zit. Wanneer je bijvoorbeeld deze drakenei verzamelt, moet je er wel voor zorgen dat deze niet onderbroken worden door een ander voorwerp. Als ik bijvoorbeeld dit rood kruidje hier leg en dit drakenei hier, zal deze rij straks enkel meetellen voor deze drie drakeneieren. Je moet er ook voor zorgen dat je niet twee keer hetzelfde voorwerp in dezelfde kleur ook in dezelfde rij hebt liggen. Als je dan bijvoorbeeld hier nog een geel drakenei zou leggen, dan telt dit slechts mee voor één geel drakenei, dus zou je slechts twee van dezelfde soort hebben liggen. Dan is het tijd voor de volgende ronde. Wanneer iedereen zijn rooster heeft gelegd, laten we veronderstellen dat dit de situatie is. Als je met twee of drie spelers speelt, dan gaan deze naar de open aflegstapel en komen er drie nieuwe. Speel je met vier spelers, dan blijven die kaarten gewoon liggen. Want dan zijn er niet genoeg kaarten voor iedereen zijn 5 op 5 grid te maken. Speel je met twee spelers, dan komen er nog eens drie gedekte kaarten bij. Dit gaat zo door tot wanneer iedereen een 5 op 5 rooster heeft en dan is het tijd voor de puntentelling. De puntentelling staat zeer simpel uitgelegd op deze kaart. Dus je ziet als je niets zou hebben, heb je nog altijd 1 punt. Heb je twee items van dezelfde kleur of twee items van een verschillende kleur naast elkaar liggen, dan scoor je 3 punten, dan scoor je 6 punten enzovoort. Dit kan je ook handig noteren in dit scoreboekje. En wat ik nog niet heb verteld, is dat er ook een speciaal kruid is. Dit hier. Dit onderbreekt wel een rij, maar is automatisch 10 punten waard. In het begin van het spelletje heb je ook een kleur gekregen. En je telt ook het aantal voorwerpen van die kleur, in dit geval is dat rood. En dit voorwerp telt dan mee voor 2 punten. Heb ik bijvoorbeeld 6 rode voorwerpen, dan zou ik nog een extra 12 punten hebben. Degene die op het einde het meeste punten heeft, die wint het spelletje.